Welkom in de wereld van Bordles 3-zaal. Wat prachtig mooi. Ja, vind je het mooi? Ik vind het echt heel mooi. Ik vind die stijl heel vet. Het is een woord voor, maar gewoon getekende lijntjes. Cel-shaded. Cel-shaded heet dat. Dat is zo'n tom woord. Ja, is ook zo. Dit is Borderlands. Ik laat jullie even eerst het stukje zien op Pandora. Want anders dan in voorgaande games gaan we naar verschillende planeten. En je ziet hier al dat er een aantal dingen voor je quality of life zijn gedaan. Je kunt bijvoorbeeld nu op ledges grijpen. Je kunt sliden en zo. Maar eerst wil ik gewoon even ons laten genieten van het uiterlijk van deze game. Want wauw, ik was echt zo te spreken over... Want ik heb dus voor de grap dus Borderlands 1 weer opgestart. Ja. Dat is echt heel oud. Dat is echt heel lelijk. En in mijn hoofd had ik dat, dus dat het dus net zo mooi... Dat ze mooi was. Ja, op een of andere manier, omdat het dat shell-shaded is, heb je een beetje het idee dat dit tijdloos is. Maar je vergeet hoeveel kwaliteitsverschil er oprecht ook gewoon in animaties en in luminance en zo zit. In belichting en shit. Ja, oeh, heerlijk. Ja, het is behoorlijk bloody en gory, zoals je ziet. Zeker als ik mijn shotgun gebruik. Ik ben hier in een van de vier characters die je kan bedienen. Ik ben nu Flak. En Flak is een beastmaster. En dat zie je, want ik heb hier een lief puppy voor me lopen. Die mij helpt met het aanvallen van tegenstanders. En ik vind dat echt heel fijn als je iets in beeld hebt wat voor jou werkt. Word ik echt heel erg blij van. Dat overlord-achtige gevoel van aansturen. Van aansturen. En je ziet gewoon dat het een ontzettend fijne shooter is. Al die dingetjes die daar liggen. Dus er ligt af en toe natuurlijk een ton benzine en een ton met acid en een ton met motorolie. Waar daar je daarna dan vuur overheen kan gooien. Ja. Je kunt ze ook wegduwen. Dat is ook wel echt fijn. Dus je kunt ze ook echt in de omgeving gebruiken. En dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met de nieuwe engine. Hè? Want ze doen het voor het eerst in de Unreal Engine. Eerdere Borderlands games die hadden hun eigen engine. En daar zijn ze mee opgehouden. Dus ze hebben gewoon de game nu in Unreal gebouwd. En dat merk je gewoon aan het schieten. Het is, kijk, ja... Ik kan hier heel weinig over uitleggen. Hoe moeilijk is het? Ga je snel dood of waar moet ik aan denken? Nee, ik heb de eerste 3 uur van de game gespeeld. Dus in my defense, je gaat niet zo snel dood daar. En je characters, of de tegenstanders levelen natuurlijk met je mee, hè. Dus het zal altijd een soort, het zal wel moeilijker worden. Maar het is ook wel heel erg, ze willen het ook niet te moeilijk maken. Omdat ze, volgens mij heb ik het idee, ook heel erg willen dat je gaat kutten met verschillende wapens. Want dat is natuurlijk waar Borderlands bekend om staat. Je hebt gewoon heel veel verschillende wapens. Er zijn miljoenen combinaties die je kunt maken met verschillende wapens. En ze willen ook dat je een beetje gaat kutten. Kijk, dit was dus een power-up van mijn hond. En dan wordt hij dus even groot en nog gemener. Dus hij heeft dus echt zo'n power-up die je dan af en toe eventjes kunt inzetten. Dit is een skag. En dat is dan gebonden aan een skill. Headshot. Dat is gebonden aan een skill. De skilltjes zijn sowieso enorm uitgebreid. Maar volgens mij komen die straks nog eventjes langs. En cool. Over het verhaal, het is gewoon echt hilarisch. Al die karakters zijn zo goed geschreven. En het is soms zo flauw en soms zo... ontzettend grappig. Ach, kijk, en ja, ik kan echt oprecht niet wachten om hier met vrienden mee aan de slag te gaan. Ik denk dat Tom en ik gaan dit sowieso met z'n tweetjes heel veel spelen. Ik denk dat heel veel mensen ons gaan joinen, want... Hoeveel man kan je max kopen? Met z'n vieren. En hij heeft splitscreen voor twee spelers. Ja, lokaal? Lokale splitscreen voor twee spelers. Hoe vet is dat? Voor 2009 shit? Fucking wel. 2009, 2009 was dat niet eens meer. Nee, dat is echt een heel lang geleden. Maar vet toch, dat wij gewoon samen op de bank die game kunnen doorspelen. Daar is het ook wel een beetje een game voor, want het is... Volgens mij, het is natuurlijk een loot shooter, dus je kan me ook wel voorstellen dat je echt een soort van heel veel moet kunnen communiceren. Zeker met eindbazen en zo. Ja. Ben je natuurlijk veel aan het heel hectisch lijkt me dat. Dat is altijd met dit soort games natuurlijk. Dat je... Ik was proberen te richten, lukt niet. Oké, ik ren er wel op af. Shotgun waarschijnlijk jou. Hoppa. Hoppa. Oh, zo die is hem wel. Taai ook nog. Gewoon twee shells in de schedel, 3, hup. Hoppata. Maar die... je speelt nu met een shotgun en een soort revolver. Ja. Hoeveel daaraan, ik weet niet of je dat in deze playthrough hebt gehad, maar hoeveel daaraan kan je veranderen? Want die revolver van jou, die ziet er bijna uit als een sniper, zo uitgebreid is die. Ja, maar wat ze doen is ze geven jou deze revolver als standaard. Dus hij genereert de game, dat was vanaf deel 1 al, genereert miljoenen combinaties aan wapens voor jou. Dus je gaat hem niet zelf customizen, je gaat gewoon hopen dat je weer een vetter wapen vindt. Oh, wat vet. Oh, dus je kan niet zelf shit veranderen. Je moet er gewoon zoeken. Ja, je komt ze gewoon tegen. Oh, dat is wel heel dope. Dat is super dope, want je hebt zoveel combinaties. En nog meer quality of life dingen. Zijn bijvoorbeeld dat je nu je loot in één keer kan pakken. Eerst moest je altijd... even hierop. De skill tree. Ja, je hebt dus... Elk character heeft dus 3 skill trees. Je ziet... dat zie je bovenaan in het scherm. Ja. En dit is dus mijn skill tree voor dit beest, zeg maar. En hij heeft nog 2 andere dieren die hij kan aansturen.
We gaan naar Eden 6, als ik het goed heb. Kijk, dit is bijvoorbeeld weer een heel futuristisch wapen waar je ook een schild achter hebt zitten, zie je dat? Ja, een beetje Halo-achtig. Ja, ze hebben echt zoveel verschillende wapens. Echt heel erg tof. Dat moet ook, daar moet de game ook niet te moeilijk zijn. Want je moet ook met mindere wapens, die moet je eigen maken als het ware. En die wil je toch even mee proberen. Ja, wat ik voornamelijk merk aan wat je me nu vertelt en wat ik zie, is dat het voornamelijk... het is een loot shooter, maar het gevaar, of tenminste wat ik minder fijn vind aan loot shooters, is dat ik soms gewoon te veel tijd kwijt ben aan heel veel van die randzaken. Ja. En ik heb gewoon het idee, omdat je nu dus alle loot in één keer op kan pakken, en omdat je dus niet... Zeg maar, je hebt miljoenen combinaties aan wapens, maar je bent niet drie kwartier bezig met het samenstellen van jouw perfecte wapen. Het is gewoon snel, en als die... Je vindt gewoon een wapen, die is gewoon set. Dat is het. Ja, en als je het vet vindt, dan ga je er gewoon mee verder. En je kan ze ook opslaan op je schip. Hè. Je krijgt een ruimteschip, de Sanctuary 3. Daar kun je natuurlijk ook je wapens opslaan. Zodat je ze altijd nog later een keer kunt pakken. Dat soort dingen. Ze hebben het allemaal heel erg makkelijk en toegankelijk gemaakt. Precies, zo voelt het een beetje. Dit is trouwens mijn tweede mount. Mijn tweede maatje. Nice. Mijn buddy, ik zoek even op hoe die heet ook weer. Dus de Jabber. En Jabber, die kun je ook uitrusten met wapens via zijn skilltje. Dus die krijgt ook op een gegeven moment, heeft hij ook revolvers en schilden. Echt? Maar het is toch een beest? Ja, maar het is een intelligent. Oh, dat is een sentient being. Ja, en deze planeet deed mij dus heel erg denken aan de Forest Moon of Endor. Ja. Kijk dan hoe vet het eruit ziet met die boom op de achtergrond ook. Het heeft inderdaad wel een beetje zo'n, qua planeet, een beetje Star Wars-achtige vibe. Ja. Omdat je gewoon verschillende klimaten en zo ook hebt. Hoeveel wapens kan je trouwens met je dragen? Twee? Ja, volgens mij vier. Vier? Nee, volgens mij meer. Je hebt vier in je eigen broekzak, maar dan kun je via die menu kun je nog andere wapens pakken. Ah, oké. Dus ook dat weer ingewikkeld. Niet ingewikkeld. Vet. Het ziet er echt heel tof uit. Want je zegt, ik denk gewoon dat het heel toegankelijk gaat zijn voor mensen, omdat je dus niet... Zoals bij veel andere loot shooters, gewoon met 80.000 dingen rekening moet houden. En het gewoon heel moeilijk is om erin te komen. Het ziet er gewoon heel toegankelijk uit. Dat er gegooid wordt met wapens die acid hebben. Je zag iemand in de fik staan. Je zag iemand bevroren. Dus ja, die combinatie aan wapens. Ik heb een acid gun nu. En heeft dat dan, zo'n acid gun, is dat dan bijvoorbeeld ook weer krachtiger tegen bepaalde andere wezens? Ja, met je Pokémon-achtig? Ja, die Pokémon-esque dingen weet ik nog niet. Dat lijkt me dat als je een tegenstander hebt die in brand staat. En precies. Dat je misschien ook weet voordat je naar een wat ijzigere planeet gaat, dat je dan een vuurachtige gun meeneemt of iets. Als er een ijzige planeet komt, ik heb geen idee. Ja, dat moeten we dan natuurlijk kijk nog dan zien. Deze Vista, die vond ik zo vet. Het is toch tof. Ja, dit ziet er echt, het heeft een beetje een Halo-achtige vibe of zo. Ja, grappig dat je dat zegt, ja. Maar dat heeft het inderdaad wel. Wat grappig. Maar dan cartoony. Ja, heel dope. Het laatste wat ik jullie nog even wilde laten zien was Sanctuary 3. Daar komen wij nu op. Ja, dit is dus je ruimteschip. En vanaf je ruimteschip ga je dus allemaal verschillende missies aan op verschillende planeten. Dus dit wordt echt jouw hub. Op je ruimteschip zitten dus ook je eigen quarters. Die je zelf gaat, die zal ook uitgerust worden met, hoe heet het? Dingen in de game die je kunt verzamelen. Dus je hebt cool. Dat soort dingen. Je eigen guns kun je daar opslaan. En vanaf hier kun je ook verschillende planeten... verschillende planeten bezoeken. Je hebt er ook een medic center zitten. Je hebt er een winkel zitten waar je ook kan gokken. Casinootje. Lachen. Dus eigenlijk is het helemaal gebouwd om zeg maar jouw hub te zijn. En het is jouw persoonlijke hub. Het is niet zeg maar à la Destiny en Division dat je een soort gezamenlijke ruimte ook hebt waar je andere spelers tegenkomt. Ik neem aan... Nee, het is volgens mij geen gezamenlijke ruimte. Ik neem aan wel dat je vrienden mee kunt nemen. Nou, ja, dat moet ook kunnen natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar het is dus echt gebouwd op... De co-op is echt gebouwd op met vrienden. Dus je gaat niet... Ja, het kan natuurlijk ook met random mensen, maar ik kan me zo voorstellen dat het echt gebouwd is op wat je zegt, dat je je vrienden meeneemt naar jouw schip en dan jouw missie gaat doen. Ja. Want hoe werkt dat precies met loot als je bij elkaar in de wereld zit? Ja, je hebt instance loot en dat betekent dat jouw loot is. Dus je krijgt andere loot dan andere spelers. Dus die ook op jouw level zijn. Ja. En op jouw dat soort dingen. Cool. Dus zo werkt het. Dit wilde ik even laten zien. Heel vet. Borderlands 3, hij komt eraan 13 september. Wil je nog meer weten over de game? Ga vooral naar gamers.nl. Check er ook de geschreven preview. En we hebben het er ook over in de Gamers podcast, et cetera. Kortom, Borderlands 3. Nice. Ziet er heel goed uit.